De leerlingen van de zesde klassen maken morgen de centrale toets. In dit kader heeft vicepresident Ashwin Adin op uitnodiging van de Pandit Ramadaarschool te Pontbuiten een motivational talk gehouden voor de zesde klassers. De leerkrachten hebben de VP uitgenodigd omdat ze van mening zijn dat de examenkandidaatjes die extra motivatie hard nodig hadden. Adin hield de leerlingen voor dat ze eigenlijk vandaag al volledig gemotiveerd zouden moeten zijn. Op de vraag wie het gevoel heeft niet goed voorbereid te zijn, ging er geen enkele vinger omhoog. VP Adin legde de leerlingen uit dat er verschillende soorten motivaties zijn. Er zijn twee soorten motivatie. Zelfmotivatie. Jij voelt van, ik kan het. En als ik het doe, word ik trots. Dat is uit jezelf gemotiveerd zijn. Niemand hoeft je te motiveren. Ik hoef niet hier te staan. Uit jezelf ben je gemotiveerd. Want je denkt, als ik het ga doen, ga ik goed zijn. Ik ben goed, ik ben competent, noemen ze dat. Bekwaam, effectief, ik kan het. En als je het doet, voel je trots. Ze zeggen, dat noemen ze zelfmotivatie. Intrinsieke motivatie. Hoe noemen ze het? Zelfmotivatie. Hoe noemen ze het? Oké. Maar je hebt ook een motivatie die je van buiten kan krijgen. Dat noem je extrinsieke motivatie. Hoe noemen ze dat? Dat is als je denkt van, weet je wat, als ik het ga doen, dan ga ik een beloning krijgen of ga ik een straf krijgen. De VP gaf aan dat beloning en straf niet altijd werken. Het beste is als je zelf gemotiveerd bent, benadrukte hij. Verder haalde Adin aan dat fantasie je ook flink kan helpen. Als je fantaseert over een vak en ook nieuwsgierig bent, kan je het beter begrijpen, zei de vicepresident. Er zijn zeker een paar vakken waarin je zegt, bijvoorbeeld, rekenen. Ik ben nieuwsgierig. Weet je zeggen, weet je wat? Ik hou van rekenen. En ik vind rekenen, ik ben nieuwsgierig. Wat zal het betekenen en fantaseren? Wat zal het betekenen als ik het kan doen? Hoe trots ga ik niet op mezelf zijn dat ik het kan doen? En dan ga je oefenen. Dan ga je bezig zijn. Op een bepaald moment ga je zien, het wordt makkelijker en het wordt makkelijker. En als je soms niet kan, moet je wat hulp van mensen vragen om het beter te begrijpen. Maar dat is ook nieuwsgierigheid, toch? Je gaat speciaal naar mensen wat je wil begrijpen. En uiteindelijk, als je het begrijpt, dan word je trots op jezelf. Dat is zelfmotivatie. Vicepresident Adin, vandaag op de Pandit Ramadaarschool, waar hij een motivational talk heeft gehouden voor de 54 zesde klassers. Hij gaf de leerlingen tenslotte mee om morgen veel plezier te hebben, goed te slapen en eten, zodat ze er hard tegenaan kunnen gaan. Daarna ging de VP ook langs de andere klassen om de enthousiaste leerlingen te begroeten.